Ik heb haar op een dronken avond lang geleden wel eens een kus gegeven, maar ik geloof niet dat ze veel in me zag. Het is een aardig iemand en ze is aardiger als ze niet geslagen wordt door de geest of haar mildheid. Hanneke Groenteman. Hanneke, als ik mijn pesterige kant in een column laat zien, dan schrijf ik wel eens Hanneke is geslagen door de geestel der mildheid. Maar zoals ik je ken, ben je een harde, cynische, geestige vrouw. Hoe verklaar jij die discrepantie tussen televisieoptreden en wat je echt bent? Nou, ik denk dat, overigens, als jij me wil pesten in je column, schrijf je ergere dingen dan dat ik geslagen ben door de geestel der mildheid, hoor. Maar goed, daar hebben we ook nog wel eens over in de clinch gelegen. Maar ik geloof dat, dat er vergissing in zit dat ik hard en cynisch ben. Dat zou ik wel graag willen zijn. Maar zo ken ik je wel. Nou, ik ben gewoon ad rem. Dat is wat anders. Dus met een behoorlijk scherp oordeel over mensen en meestal recht in de roos. Ja, maar meestal heb ik helemaal geen gelijk. Dus dat weet ik dan ook meteen. En als, als het erop aankomt, als er dus gewoon camera's of wat dan ook bij staan, dan ga ik nadenken en denk ik, ja, ik weet gewoon nergens van eigenlijk. Aha. Wat is dat voor nederigheid? Waar komt die vandaan? Weet ik niet. Dat heb je vast over nagedacht? Dat is, geen nederigheid? Wat is het dan? Nee, nederigheid is helemaal niet. Een veronachtzaming van jezelf? Ik vind mezelf een fel realistisch beschouwer van mezelf. Dus? Ja. Fel realistisch beschouwer, want wat zie je dan? Ja, dat ik niet te hoog van de toren moet blazen, want dat ik me dan vergis. En ik heb ook meer verstand in mijn, om het raar te zeggen, in mijn onderbuik dan in mijn hoofd. Dus ik heb meer een groot gevoel dan een groot verstand. Je instinct is sterker dan je ratio. Ja. Dat is een hele vrouwelijke eigenschap. Weet ik niet. Talent. Ik ken vrouwen die enorm cool en analytisch en analyserend zijn. Nou, gelukkig ben je dat niet dan, zou ik zeggen. Ik zat de interviews met je te lezen voordat dit gesprek werd opgenomen. En ik dacht, ze is onderduikkind geweest. Kan het ermee te maken hebben dat je, omdat je toen de crowd moest pleasen, dat je dat nog steeds hebt? Ja. Zou dat een gevolgtrekking zijn? Dat is volgens de mensen die ervoor geleerd hebben, absoluut een van de gevolgen van je moeten redden in wildvreemde omgevingen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, al dat het ook wel een cliché is, heb ik er ook wel iets tegen om te denken van nou, tot mijn zesde was ik ondergedoken, nu ben ik 62. Ja, ja, daarom. Dat zijn je vormende jaren. Het zijn vormende jaren en het wordt gewoon een natuur van je natuurlijk. Maar heb je daar aan die tijd overgehouden een fundamenteel gevoel van onzekerheid over mensen? Nou, ik heb wel een fundamenteel wantrouwen of gebrek aan vertrouwen in mensen. Ja. Dus er wordt wel veel uitgetest bij mij altijd. En ik zoek ook altijd wel grenzen op van wat mensen nog kunnen verdragen. Hoe ver je gaan kunt. Ja, wanneer ze me eruit schoppen. Dat is in je privéleven. Ja. Altijd op zoek naar wie je eruit geschopt wordt. Ja, bij wijze van spreken. Inmiddels, daar ben ik nou wel gelukkig oud voor geworden. Ja. Denk je, ik weet nu wel dat ze me eruit schoppen. Ik ga het gewoon niet meer aan. Ben je altijd ongelukkig geweest in de liefde? Niet altijd, maar ik heb geen gelukkige hand van kiezen. Je kiest verkeerd? Ja. Hoe komt dat? Ja, als ik dat wist, zou ik misschien goed gaan kiezen. Voor zover dat kiezen valt, trouwens. Zover ik wil kiezen nog, hoor. Maar, ik weet niet hoe het komt. Heb je over nagedacht? Nou, ik niet. Jij misschien? Nee, ik heb daar geen verklaring voor. Het is voor mij een groot... Ik ben zelf een ongelofelijke brokkenpiloot in de liefde. Dus dat moet ik tegen jou zeggen. Ik bedoel, ik dus ook. Een raar gevoel. Een heel raar gevoel, ja. Ja. Ik zie wel eens... Nou, ik zie de hele wereld met elkaar verkeren, zou ik maar zeggen. Ja. Ik denk, goh, die mensen die hebben allemaal iemand gevonden. En die zien er voor een groot deel toch gelukkig uit. En waarom ik niet? Geloof je dat geluk? Soms wel. Ben je jaloers? Nee. Niet op geluk van anderen. Nee. Maar je bent in de rol van iemand die altijd aan de buitenkant toekijkt. Ja. Is dat vervelend? Nou, dat is eigenlijk... Nee, daar heb ik mijn vak van gemaakt ook natuurlijk. Hè. Tweede natuur. Tweede natuur. Misschien de eerste natuur eigenlijk. Ja. Las ik ook in interviews dat je wel eens terug bent gegaan naar Rijnsburg, waar je ondergedoken hebt gezeten. Dat je dan weer in die gereformeerde kerk zit. Regelmatig, ja. Dat je dan weer in die gereformeerde kerk zit. En dat je dan toch niet van die psalmen of van die sfeer, die muziek, wat er allemaal bij hoort. Het is een heel medogeloos geloof, hè, dat Calvinisme. Oh.
Dan gaat die telefoon af. Van wie is die? Van mij. Nou, we draaien even op nu. Ja, neem maar even op, dat is leuk. Dan gaan we zo door met het gesprek. Met Hanneke? Radio Gelderland. Ja, ik moet even mijn telefoontje nu uitzetten, want ik zit midden in een gesprek met iemand. Mag ik even, zou je hem om 12:00 even terug willen bellen? Ja, oké, dag. Helemaal top, doe uit, we gaan door. Ja. Ik zei dat het een vrij meedogenloos geloof was, het geloof der vaderen, dat gereformeerde. Ja. Jij hebt er ook de goede kant van meegemaakt, want het waren mensen die hun leven waagden. Zeg ja, zeker. Maar als je daar nu zit, is het koud en kil qua zo'n kale calvinistische kerk? Of voel je enige warmte als nee, je daar bent? Nee, ik vind het helemaal niet koud en kil. Voor mij is het veilig en vertrouwd. Maar ik luister meer, zal ik zeggen, naar de muziek dan naar de tekst van wat er gebeurt. En ik geniet meer van een ritueel wat ik kennelijk ken uit een tijd dat ik me toch heel veilig voelde. Ja. Je ging mee naar die kerk, neem ik aan? Ja, dat was het enige wat ik mocht eigenlijk. Hè. Ik mocht door de week eigenlijk de deur niet uit. Ja. Maar ik geloof dat ze het nog erger vonden als je op zondag niet naar de kerk ging. Dus door de week was het te gevaarlijk. Zondag mocht ik en naar zondagschool, dat was al een feest. Ja. Want dan kon je iets leren toch, versjes. Dan kreeg je een plaatje en ik mocht 2 keer per dag naar de kerk. En dan tussendoor nog een keer een bakje doen bij oma. En ook nog wandelen rond de Brink. Nou ja, dat was een feestdag van begin tot eind. Dus in tegenstelling tot Jan Wolkers en al die gereformeerde geitenbreiers is voor jou de zondag. Ja, maar die zijn natuurlijk opgegroeid daar. Die zijn puber geweest daar. Die hebben het tot zich door laten dringen. Ik was 5 en 6. Ja. Nou, dat is gewoon de heerlijkste omgeving die er bestaat. En dat beetje valse, vage, trage zingen. Nou, het is geweldig. Dus dat wekt een gevoel van veiligheid. Ja. Heb je ooit overwogen om dat geloof te blijven aanhouden? Nee hoor, helemaal nooit, nee. Want je was ook wel blij dat je er weer vanaf was misschien? Nee, ik was helemaal niet blij dat ik eraf was, want toen ik thuis kwam kende ik mijn ouders niet. En nee. Die mensen die baden helemaal niet. En ik heb wel erg een paar jaar nog gevraagd of ik opgenomen mocht worden in het hervormde weeshuis in de Wielingenstraat. Dus vlakbij waar ik woonde, ja. In Amsterdam, in de rivierenbuurt. En er was een weeshuis en dat van buitenaf zag dat er net zo uit. Een beetje van, was dan rood aan meubelen, maar heel veel kinderen en wat oudere mensen. Het was een weeshuis. Het had ook iets treurigs, want je vroeg dus wel je ouders had of je wees misschien was het voor mijn ouders wel treurig. Maar ja, die hebben toen een nieuw kind genomen en dat is helemaal goed gekomen. Dus psychologisch gesproken, heb je je altijd verweest gevoeld? Oh, Theo. Ik vraag het maar. We gaan zo over luchthartige dingen praten, maar ik wil toch even weten. Ik wil verweest toch even gevoeld? Nou, het is me een te verdrietig woord. Oké, ontworteld? Ontworteld wel, ja. Oké. Ja. Minder verdrietig woord. Dus ik zit hier tegenover een ontworteld iemand die haar vak ervan gemaakt heeft om naar mensen te kijken. Ja. Is dat psychologisch gesproken, want ik ga toch even door, dat je voortdurend probeert de wortels van anderen bloot te leggen? Dat je een veilig gevoel geeft misschien? Nou, dat laat ik voor jou. Daar kan ik even helemaal niet op reageren. Dat weet ik gewoon niet. Ik weet het niet. Of het me een veilig gevoel geeft om de wortels van anderen bloot te leggen. Nee. Je hebt voor het programma wat je voor de VPRO al die jaren maakte, op zondagmiddag, heb je veel boeken moeten lezen. Is het een opluchting dat je nu iets anders doet, dat je daarvan verlost bent, van die plaag dat je altijd maar literatuur tot je moet nemen? Ja, het rare is dat ik had daar dus inderdaad, ik vond het een beetje. Het kwam je neus uit. Het lezen op zich niet zo, maar dat huiswerk lezen natuurlijk wel. En sowieso de kunstwereld voelde ik me opeens heel beperkt. Ik dacht, zo hangerig gaan zitten kijken met de redactie van wie zullen we vragen. Ja, die hebben we gehad. Op een gegeven moment hadden we alleen Gerard Reven nog niet gehad. Nou, toen ik die op had, dacht ik ben nu wel klaar. Ja. Maar nu maak ik een nieuw programma en nu merk ik dat ik weer als een soort magneet toch getrokken word naar boeken of dat ik denk, het zou toch leuk zijn om Hollandia, die met zo'n varkenstoneelstuk, zou ik toch eigenlijk wel graag iets aan willen doen. Dus voor ik het weet, als ik niet oppas, zit ik weer gewoon allemaal cultuuronderwerpen te doen. Als ik grof samenvat, waar we het net over hadden, dat de liefde nooit echt een groot succes in je leven is geweest. Heb je eraan overgehouden een grote hunkering of een groot verlangen naar die ene dag dat het wel lukt? Helemaal niet. Ik geloof eigenlijk dat ten eerste hou ik niet van hunkeren naar iets wat er echt niet is. Dat heb ik wel redelijk lang gedaan.
Alhoewel ik ook wel een meester ben in het hunkeren, een beetje temperen hoor. Ik ben niet een van die vrouwen, vind ik zelf, die permanent lopen te hunkeren naar een man, bijvoorbeeld. Ja. Ik val nou eenmaal op mannen. Dat is mijn tragiek, moet Want? Ik zeggen. Nou, je kan echt veel beter lesbisch zijn. Nou zeg, waarom? Nou, moet ik je dat helemaal gaan uitleggen? Ja, doe dat maar even tussendoor. Mag ik de mannelijke kunnen een beetje verdedigen? Goed, dat zijn goed leuke mannen, of niet? Nee, dat is helemaal het onderwerp niet of de leuke mannen zijn. Nou ja, je kan beter lesbisch zijn, zeg je. Ja, maar zal ik het uitleggen? Ja, graag. Dat leuke mannen, of niet leuke mannen, altijd jongere vrouwen zoeken. En knappere vrouwen, en weet ik veel. Dat is gewoon, dat hoort bij je status als man. En dat als je een oude en niet knappe vrouw bent, dan kan je het helemaal vergeten, behalve bij de vrouwen. Mannen zijn, en dat is gewoon een genetisch iets, dat is geen beschuldiging, mannen zijn seksisten natuurlijk. Ik neem aan dat jij ook niet met een vrouw van 70... Ik ben ooit verliefd geweest op een vrouw die 20 jaar ouder was dan ik. Ja, dat heb ik een paar jaar volgehouden. Nee, was niet Sjane Roos. Oh. Iemand anders? Nee, was niet Sjane Roos. Maar, dus. Maar goed, de uitzonderingen bevestigen gelukkig altijd de regel. Dat is één keer, dat moet ik toegeven. Mijn ervaring is gewoon dat vrouwen ik noem het, het klinkt een beetje deprecerend, maar minder seksistisch reageren op hun liefdespartners. Met andere woorden, het oud en lelijk, zoals je dat noemt, ja, speelt een minder grote rol. Het speelt geen rol als je leuk bent of als ze op je vallen. Maar ze vallen gewoon meer. Vrouwen vallen meer ongeacht leeftijd of uiterlijk. Heb je het wel eens met een vrouw geprobeerd? Jawel. En? Ja, hartstikke leuk. Maar ik geloof toch wel iets in de werking van hormonen. Langer dan een paar keer. Ja. En bij mij hield de verliefdheid op vrouwen helemaal geen stand. Ik vond het eigenlijk ook... Het is gewoon, zal ik heel modieus grachtig worden zeggen, mijn ding niet. En bij mijn mannen is mijn ding wel, maar ik ben mannen hun ding niet zo. Mag ik het zo kort samenvatten? Ja, het is heel goed en enigszins zelfdeprecerend samengevat, want je hebt een prachtige kop, om maar eens wat te noemen. Ja, maar ik ben niet alleen een wandelende kop. Nee, dat begrijp ik ook wel, maar als tussenvoegsel, ik wou zeggen... Jij hebt ook een prachtige kop. Ja, dat is goed met je. Ja, ja, ja. In je jongere jaren moet je een hele mooie vrouw zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat de mannen het hoofd van je afwenden. Ik kan me niet voorstellen. Iedereen begrijpt nu wel een enorm compliment. Iedereen zit nu te grijnzen hier, maar... Ja, zit te grijnzen in je jongere jaren. Ik meen het ook nog. Ga eens door. Je moet toch heel veel angstloos hebben gehad? Heb ik ook gehad, ja. Maar er zat nooit die ene bij? Nou, ook wel. Maar dan was die ene bijvoorbeeld getrouwd. Kon ook nog. En, je slaagt er toch weer in iemand te vinden die ja, je net niet echt kon ook krijgen. Ook die ene was absoluut niet bereid om zich te binden. Ja. En ik ben ook nog 10 jaar getrouwd geweest met een leuke man. En dat is nog een van mijn hele goede vrienden. Maar is niet de grootste liefde van mijn leven geweest natuurlijk. Wie was dat? Erik. Nee, maar de grootste liefde van je leven? De grootste liefde van mijn leven is... Ja, dat vind ik een beetje vervelend om te zeggen. Is zo pijnlijk? Nou, het is helemaal niet pijnlijk, maar wel voor als iemand kijkt die hem kent. Of... Is het iemand die wij kennen? Weet ik niet. Het is geen bekende naam. Oh, nee, okay, niet meer tenminste. Was hij wel. Was hij wel? Mm. Om jou een beetje lekker te voeren. Shit. Waarom weet ik dat nou niet? Jammer. Hey, luister eens. Maar heb je jezelf wel eens op betrapt dat je verliefd was op het verliefd zijn? Of dat dus juist niet? Ja. Dat wel? Absoluut. Dat heb ik zeker mezelf erop betrapt. Hoe vaak kan een mens verliefd zijn eigenlijk? Nou, echt verliefd maar een paar keer natuurlijk. 1, 2 keer? Maar fake verliefd kan je heel vaak zijn. Een beetje geil en een beetje verliefd op het verliefd zijn. Ja. Of enorm trots dat zo iemand toch maar op jou valt. Wat je dan helemaal gaat verwarren met verliefd zijn. Was je verliefd op Ischa? Op Ischa Meijer? Helemaal niet. Je was ook een van de weinige vrouwen in zijn ambiance met wie hij geen verhouding had. Heb je wel eens gezegd in een interview. Ja. Waarom was je helemaal niet verliefd op hem als hij zo'n... Ik heb Ischa altijd beschouwd als meer familie dan een liefdespartner. En bovendien, als er rode lampen zijn met gevaarlijk erop, dan had Ischa die overal. Ja. Ik weet het niet. Trouw was niet zijn eerste in het overlopende trouw niet en consistentie niet. Nee, maar Ischa was natuurlijk een... Ja, waar je overdrachtelijk gezien altijd verliefd op bent. Op zijn geest, op wie die was. En vervolgens schopte hij je toch altijd weg en zo. Dus mis je hem? Ontzettend. Dat is echt een van de weinige doden waar ik nog
Nou, misschien wel elke dag even aan denken. Of die langskomt, die gewoon deel uitmaakt van je leven. Je praat nog met hem? Nee, maar ik praat er nooit veel met hem. Hij praat er altijd. Oh, dus je luistert. Ik luister nog naar hem, ja. Ja. Heb jij dat niet met Ischa? Ja, nou, ik ken hem niet zo goed als jij hem kent. Maar ik moet ook regelmatig aan hem denken. Ja, maar dan zie ik hem voor hoe hij door de stad liep. Dat kleine mannetje wat aangedribbeld kwam. Op die gimpen. Druk gesticulerend En dan even een wisecrack geven. Van, je moet dat of dat doen. Niet leuk. En dan liep je weer door. Maar jullie hebben wel een paar prachtige interviews samen gemaakt. Ik heb het goed gemaakt. Met hem gehad. Ik vond het altijd jij leuk met hem. Jij met hem en hij met jou. Ja, het was ik vond het altijd echt leuk. Ja. Maar Paul de Leeuw, ook een grote vriend van je. Ja. Ben je daar wel verliefd op geweest? Eigenlijk wel, ja. De nichtenmoeder wordt verliefd. Ja, ik weet niet of ik een nichtenmoeder ben. In zijn geval misschien? Ja, dat zou je hem moeten vragen. Of haat je dat woord? Ik haat het woord, waarom? Ja. Waarom? Omdat het een... ja, goed, nichtenmoeder is gewoon geen leuk woord. En je kan je ook niet voorstellen dat er iets leuks bij hoort. Nichtenmoeder vind ik... Iets aardigs, iets warms, iets beschermend. Ja. Een excuustruus voor het feit dat ze homo zijn. Ja, maar het is toch geen leuk woord. Oké. Je was wel verliefd op me, of je hebt... Ja, toch, nou ja, Paul was natuurlijk iemand die mij uitkoos uit alle mogelijkheden. Mij gehoord hebbend op de radio, had hij iets van, daar zou ik graag mee willen werken. Toen ontstond er iets tussen ons wat je verliefdheid zou kunnen noemen, maar wat natuurlijk altijd platonisch is gebleven. Ja. Maar wat wel heel intiem was. En dat ging vooral op het gebied van humor en op het gebied van gevoeligheid voor elkaar. Hij heeft ontzettend veel betekend voor mij. Ja. Laten we zeggen, in loskomen van iets. Mm-hmm. En ik heb geloof ik ook... In loskomen van wat? Ja, van een politiek correct wereldje wat toen nog feminisme was. En een beetje benauwdheid om in andere werelden te komen. Ik bedoel, met Paul kwam ik gewoon in in de wereld van lachen, bladen. Toch een soort onuitgesproken diepzinnigheid terecht. Ja. Ik weet het niet. Is die verliefdheid er nog? Nee. Nee, niet verliefdheid. Er is nu een grote vertrouwelijkheid. En ik hou ongelooflijk veel van die man. Mm-hmm. En van... Toch wel tragisch dat de grote liefde van je leven dan weer een man is die je niet kunt krijgen. Of is het overdreven? Maar Paul is niet de grote liefde van mijn leven, hoor. Daar heb ik echt een ander voor op het oog. Okay. Die ik wel echt gehad heb ook. Okay. Ja. Hoe lang heb je die gehad? 3 jaar. En wie maakt het uit? Hij maakt het uit, want hij ging terug naar zijn vrouw. Oh jee. Ja. Je leven overziend en terugkijkend. Als je volgend leven mag terugkomen, zou je voor de liefde weer kiezen of helemaal niet? Wat voor de liefde kiezen. Ja, ik geloof wel dat ik... ik vind de liefde met een man zo moeilijk. Ik vind gewoon liefde verder hartstikke leuk. Maar als jij liefde zegt, dan denk je aan neuken of aan samen wonen. Nou, niet eens, weet ik veel. Alles wat erbij hoort. Maar je denkt wel aan de seksliefde. Ook. Maar je denkt niet aan bijvoorbeeld... liefde voor je kind of liefde voor kleinkinderen. Nee, ja, precies. Niet, we gaan dat softe pad gaan we niet op. Nee, ik wou ter zake komen. Ja. Ter zake, ja. Ja. Nou, als ik terug zou komen, zou ik kiezen voor een hele spannende, kritische, betrouwbare man. Gaat kritisch en betrouwbaar samen? Ja. Maar kritisch op mij bijvoorbeeld. Misschien vind je dat wel heel vervelend dan. Nou, niet als ik weet dat iemand van me houdt. Ben je zo'n vrouw die een man die haar echt bewondert of die echt voor de vrouw meteen afstoot? Ja. Moet je niet hebben? Nee, als ik het niet... er moet altijd iets bij zitten van... er moet iets van kritiek bij zitten, anders voel ik me niet serieus genomen. Haat jij jezelf zo? Ja, ik vind jou ook zo'n... Het klinkt allemaal wel goed, die vragen, maar het is van de psychologie van de koude grond, ja, maar daar zit prettig gesprek voor je. Oh, daar heet het weer prettig gesprek? Nee, het heet vroeg zondag, maar dat rommelt allemaal waarom zo door. Waarom gaat dat prettig gesprek eigenlijk niet meer door? Nou, omdat niemand dat wil hebben, maar daar hadden we het nu niet over. Oh, nee. Je was bezig met mijn vraag te ontwijken. Haat jij jezelf zo? Eigenlijk niet meer. Hoeveel jaar heb je daarvoor nodig gehad om daar overheen te komen? Ja, lang. Wat is lang? Een half leven? Nou, ik denk wel langer dan een half leven, als ik geen 130 hoor.
sinds wanneer is die genade van jezelf enigszins kunnen appreciëren dan in je leven gekomen? Het gekke is dat ik wel een beetje op mijn plaats ben gevallen toen ik met dat televisiewerk ben begonnen. Toen voelde ik me meer erkend en toen begon ik ook iets meer van mezelf te houden. Ik ben erg afhankelijk van een buitenwereld, hoor. Dus het applaus van de buitenwereld hielp je enigszins naar jezelf? Hielp me toch wel een beetje. En dat ik iets deed waarvan sommige mensen zeiden, lang niet allemaal zoals we op de projecties zien. Sommige mensen zeiden, nou, het is leuk of ik voel me daar goed bij. Of, ja. Ik weet niet, dat heeft voor mij wel een soort plezier gebracht in mijn leven. Het helende effect van de camera's. Ja. Het helende, god, wat vat jij toch alles goed. Was je voor de radio gebleven, dan was dat nooit gelukt. In het begin natuurlijk wel bij de radio, maar later blijkt dat je bij de radio helemaal niet de erkenning krijgt die je graag wil. Je was meesterlijk op de radio toen je bij die krakersrellen in de weer was, toch? De Koninginnedag, wanneer was het? 1980. Ja. Niet mijn gelukkigste presentatie, maar... Ik vind van wel. Ja, jij vindt natuurlijk van wel, ja. Leg nog eens uit. Dan zitten we samen namelijk in de WW. Leg eens uit. Niemand ons meer wil hebben. Leg eens uit. Nou ja, het was wel een opwindende dag, maar daar had ik zelf niet zo'n kijk op. Ik was toen heel verliefd op iemand. Ja. En net wie, teruggekomen... Wie was je verliefd? Op een vrouw. Mm-hmm. En toen was ik net teruggekomen van een soort reisje. Ja. Dus ik kwam helemaal een beetje euforisch, kwam ik daar dat café Schiller binnen, waar ik moest presenteren. Ja. En ik was de avond ervoor teruggekomen, ik had helemaal die voorbereiding ook niet goed. Dus ik maakte maar wat van die grappen, zoals wat je zegt op straat, dat ik ad rem kan zijn. Ja. Vond ik mezelf ook enorm ad rem, daarvoor die radio niet in de gaten hebben dat er een soort derde wereldoorlog was uitgebroken buiten het Rembrandtsplein. De Vondelstraat. Vondelstraat, Kinkerstraat vooral ook, he, dat kruispunt, waar nu de Blokker is. En die koningin maar gekroond worden. En die koningin gekroond worden en die helikopters maar boven die stad, zodat je met een pasje de stad in moest, wat me al erg irriteerde. Ja. Ja, ik weet niet, er was een totale stemming van alsof er niet iets aan de hand was. En achteraf bleek dat dus verkeerd ingeschat. Dat was meesterlijke radio. Maar ik heb ook de indruk dat sindsdien de liefde tussen jou en Oranje niet echt is opgebloeid. Hè? Jawel. Toch wel? Nou, die was nooit slecht en die is nooit beter geworden. Ik heb je laatst wel eens in een programma, zat ik naast je, toen heb je een vrij genadeloos oordeel had je over de telgen van het Vorstenhuis. Ja, maar dat is wat anders. Ik heb nooit liefde voor Oranje gehad. En ik heb het nu nog niet, maar ik heb ook niet wat altijd werd verweten. Een ongelofelijke hekel aan het Koningshuis. Maar zodra je erover praat in Nieuws aan tafel, is er van alles op aan te merken. Oké, dan is dat is waar. Ja, ik bedoel, ja, eigenlijk is het geen issue voor mij, hoor. Het is niet je grote fanatisme in dit leven. Nee, het alternatief is toch ook, trekt me ook helemaal niks aan. Ik kan jou niet uitnodigen voor het Republikeins Genootschap. Nee, daar word ik vaak voor uitgenodigd. Maar daar heb je geen zin in. Nee, jij? Ja, ik ben er lid van. Ja, natuurlijk. Kinderachtig gedoe, jongensgedoe. Waarom is dat dan weer kinderachtig? Waarom is dat kinderachtig gedoe? Het slaat nergens op. Zo slaat het nergens op? Nou, omdat het nergens op slaat. Nou, één keer per jaar gaat er een communiqué uit. Het genootschap heeft vergaderd. En dat is dan ook niet eens waar. Zie je dat is een jongenskind. Ja, is toch leuk? Onderleiding van Hans van den Berg. Goed. Ja. Nog even terug naar jouw leven. Het heeft je zoveel jaar gekost om enigszins van jezelf te gaan houden. Is dat een stijgende lijn? Mogen we jou als een grote egotripster zien eindigen? Iemand die echt van zichzelf houdt? Of blijft het zo'n beetje voortkabbelen? Nou, ik blijf natuurlijk wel zeggen dat ik mezelf lelijk vind en oud. Maar ik ben geloof ik, alhoewel ik nu inmiddels ook weer net toch wel lelijk op mijn nummer ben gezet door iemand. Denk ik toch van, ja, nou, ik ben wie ik ben en wie dat niet leuk vindt, vindt het me niet leuk. Ik vind zelf, ik heb wel een erg goed leven nu. Ben je minder paniekerig geworden dan vroeger? Was ik paniekerig? Ik kan me voorstellen dat als je 20, 30 bent, dat je nog wel wat te bevechten hebt. Dat je nu de leeftijd als onderscheids hebt, dat meevalt. Wat nou, je net zegt. Ik ervaar mijn eigen leven behalve bij vlagen, maar niet constant als paniekerig. Ik heb gewoon altijd maar een beetje gedaan wat ik deed. Bij het Parool gewerkt, leuk. Ik geloof niet dat ik hele rare strapatsen heb gemaakt. Mm-hmm. Heb je wel zelfmoord overwogen? Ja, heel vaak. Echt waar? Maar niet echt. Gewoon als zelfmoord. Wel, van dan zullen ze lelijk op hun neus kijken zo. Had je dan fantasie over wie er bij de begrafenis zou wezen? Nou, wie er allemaal ongelooflijk spijt zou hebben dat ze op het laatst niet ongelooflijk lief voor mij geweest zijn. Dus maar, ik heb wel het... Nee, niet natuurlijk. Want dat is wel Hanneke. Je wil wel het hele wereldje omarmd en lief vinden. Ja, en ik vind zelfmoord gewoon eigenlijk... zolang er nog mensen zijn die toch enigszins door jou toedoen van je afhankelijk zijn. Ja. Laten we zeggen gevoelsmatig. Vind ik niet dat je... Zelfmoord. Nee, na je 17e pleeg je geen zelfmoord meer, dacht ik. Na je 17e, nee. Eigenlijk toch? Nee.
Nou, dan is het nogal een verschrikkelijke wereld. Behalve als je het afgelopen laatste zijn. Gesprek met jou, dat zou ik wel willen. En dan nu een kogel door je kop? Nou, Arjen Veenema, hoe heeft hij het gedaan? Die heeft de pilletjes heeft hij het gedaan. Ja. Maar het was wel raar inderdaad. Dus het eerste gesprek waarvan de man in kwestie in het interview niet zou zien. Nou, dat precies. Werd later uitgezonden. Ik heb het nog thuis. Heb je dat nog thuis? Ja. Dat was wel om te lachen. Laatste vraag. Is geluk niet heel erg saai eigenlijk? Al die sores die je achter je hebt gelaten, heeft dat je niet veel rijker gemaakt? Ja, misschien wel. Ik kan me namelijk überhaupt niet voorstellen dat iemand ongehinderd gelukkig is. Maar dan kijk je om en dan zien we al die verliefde mensen. Ja, maar goed, dat gaat is niet wel echt voorbij. Zien. Nee, nee, maar dat is niet echt zien natuurlijk. Hè. Dat, nee. Ik weet niet precies wat daar speelt en wat er volgende week speelt en vorige week. Maar mensen die gewoon van begin tot eind gewoon gelukkig zijn, dat zijn, daar heb ik weinig gesprek mee met die mensen. Dat zijn dode, saaie mensen. Dat zijn jouw woorden. Ik vat samen. Nou, in ieder geval, ik vind het wel leuker om met van dat soort pechvogels als jij te praten. Dankjewel dat je er was. Oké. Okay. Ze is de onze lieve vrouw van het Big Brother huis. En ze is gepokt en gemazeld in de roddelpers. En tegelijkertijd geeft ze van zichzelf toe dat ze mensenhaatster is. En ze heeft rechten gestudeerd en zou eigenlijk het liefste rechter worden. Wat moeten we met deze edelachtbare? Humi, waar ben je? Humi, die prins op het witte paard in jouw leven, wordt dat nog wat? Nee. Waarom niet? Kan ik een advertentie nu plaatsen? Ga je gang. Nee, ik wil hem nog wel. Ik denk ook dat hij komt, maar... Is hij onderweg? Ik zou het... Ik hoop het. Maar hangt er iets in de lucht? Nee. Met de liefde is het niet goed in mijn leven. Hoe komt dat nou? Als het erop aankomt, snel ik weg zelf. Dan neem ik een verkeerd paard de verkeerde kant op. Ja. Ik ben niet een echte volhouwer en waarschijnlijk verlatingsangst. Maar toch lees ik overal dat je zo'n gelukkige jeugd hebt gehad uit een voorbeeldig huwelijk. Ja, maar misschien is dat het nou net. Ma zat te breien terwijl pa zat te biljarten in het nou, café. Nou, het ging iets verder, maar ik denk wel als je het thuis goed gewend hebt met een goed ouderpaar die tot mijn vaders dood verliefd waren, dan wil je dat nadoen. Ja. En de eigen werkelijkheid is niet zo mooi als die van je ouders, dus dan wil het maar niet lukken. En je was ook wel bevrijd toen je vader doodging, geloof ik, hè? Nee. Jawel. Ik las in ieder geval, ik weet niet of dat in een betrouwbaar blad was of niet natuurlijk, dat je voor het eerst in staat was om bepaalde vriendschappen die op waren op te geven. Alsof je, ja. Ja. Na de dood van je vader. Mijn vader heeft de dood van mijn vader heeft de deur opengezet naar... Dingen beslissen van, nou stopt het hier maar een keer, want als je je vader kunt verliezen, dan kan je de rest ook wel verliezen en het zelfs nog wel een zetje geven. Ja, absoluut. Ja. En ja. Zo kom je ook tot je uitspraak dat ouders belangrijk zijn en kinderen en dat mannen wel inwisselbaar zijn eigenlijk. Mannen zijn absoluut inwisselbaar en dat is heel erg jammer. Want hoe komt dat nou, dat mannen zijn ze allemaal zo hetzelfde dan? Nee, want je met mannen trek je samen op. Ik ben getrouwd geweest, ik heb een relatie gehad, je trekt samen op. Ja. En plotseling word je allebei een beetje anders. En dan blijkt je dat gewoon, je had het gekocht, het is verschoten in de was. Ja. En dan kan je het voor iets nieuws inruilen. Ik vind dat tragisch. Want je zou eigenlijk met die verschoten dingen, want... Als ik dat als man zeg, dan is het van, het is een seksistische opmerking. Nee. Zo mag je het over vrouwen redden. Nee, dat mag je best, want volgens mij val jij niet... Is het voor vrouwen ook zo, denk je? Ja, helaas. Ja. Partners zijn inwisselbaar. Ja, en dat heeft misschien bij vrouwen iets minder met het uiterlijk te maken. Want vrouwen zijn misschien best bereid om oudere mannen dan te nemen en te houden. Vooruit. Maar... Ik vind het ook niet zo verwerpelijk. Hoewel als het mezelf treft, word ik razend. Ja. Want ik wil niet een facelift nemen om een man te baren. Maar begrijpen doe ik het wel. Mm-hmm. Dus als jij zou zeggen, nou geef mij iemand van 22. Dan begrijp ik dat. Ja. En dan word ik niet boos.
Het is een beetje bespottelijk, maar ik zeg dat graag natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En dan word ik helemaal niet... Want ik begrijpen doe ik het wel. Ja. Maar zelf niet de aanvechting, jongetjes van 22 tot die oude. Ben je gek, joh. Die hebben toch mijn geestelijk niveau. Ja, die zijn misschien ergens goed. Je wilt toch dartel en jong blijven misschien? Nou, nee, dat heb ik vorig jaar opgegeven. Dat is een leuk moment. Bart ging weg, weet hij, Bert. Nee, nou weg. Kunnen we daar nog even straks op terugkomen? Nee, maar dat is een leuk moment. Heb je hem eruit gezet? Ja. Of, nou, uitzetten is niet. Je kunt op een gegeven moment zet je een punt. Ja. Je denkt, dit zou wel eens heel tragisch kunnen aflopen. Hoeveel jaar was je met hem? 12 jaar, ja. Maar even terug naar ouder worden, want daar hadden we het over. Ja, ja. Van dat dartelen. Ja, ja. Ik heb iets raars ontdekt. Op een dag zeg je tegen jezelf, dit is wel eens een leuk moment om ouder te worden. Dat is net zo bevrijdend als de dood van je vader, in menig opzicht. Eerst kijk je nog heel vaak in de spiegel dat je denkt, nou, als het ooit, dan misschien dit. En dan denk je, goh, het is eigenlijk wel lekker. Vandaag word ik vanaf nu ouder. En dat ga je met gratie dragen? Dat hoop ik, maar het is een heel goed gevoel. Ik wil nog één ding weten over jou en de verhoudingen. Ja. Even een navrante details die ik tot mij mocht nemen was dat je zo teleurgesteld was in de eerste man met wie je was, omdat hij geen kerstboom wilde. Ja, maar nog meer niet. Geen verjaardagen, geen doopfeestjes, niks van dat traditionele. Dus je zat er in die lege kamer zonder kerstboom voor je uit te staren? Ja, een van mijn kinderen werd gedoopt en toen besloot hij dat hij beter kon gaan paardrijden. Nou, dat schoot echt verkeerd. En toen heb ik met mijn auto, want wij woonden toen op iets met een bruggetje. Toen heb ik met mijn auto de brug gebarricadeerd, zodat hij er niet af kon. Ik dacht, ja, zeg, mijn kind wordt gedoopt, daar moet je bij wezen. Nou, het wordt nog wel een sprankelend huwelijk. Er gebeurde nog wat. Nou, het was helemaal geen slecht huwelijk. Het hield alleen op. Heb je voor jezelf een verklaring waar die verlatingsangst bij je vandaan komt? Of dat altijd ja, het streven naar het ideale en aanbeden willen worden. En de leukste en de mooiste en de spannendste en de enige willen zijn. Zo werd ik het dus niet, want ik heb er een heel zwaar realiteitsbesef. Ja. Dus ben ik gewoon de slag even een stapje voor. En dan gooi ik het maar vast weg voordat het echt gekrompen is. Ja, zo doe je veel mooie dingen weg die nog bruikbaar zijn. Maar ja, je kan er niet te lang mee tobben. Nou, ik mag overal over jou lezen dat je een gouden hartje hebt. En dan denk ik, dat is mooi meegenomen. Maar wat mij vooral in jou aanspreekt, is dat geweldige cynisme waarmee je en die blaadjes en die televisie tot zo'n groot succes maakt. Ja, daar ben je mee geboren. Waar ben je mee geboren? Nou, dat is gewoon levensangst. Ik denk dat cynisme een oplossing is voor... Anders ga ik nu tegenover jou zitten huilen. Ja. Dus cynisme is een soort... Mag ook, hoor. Ja, misschien krijg je me nog zo ver, want je weet, daar ben ik scheutig mee. Maar cynisme is gewoon een soort altijd aanwezig wonderolie. Van als het even tot hier zit, dan slik je weer. Ja. Dan komt het cynisme en dan spoelt het weer door. Maar dat maakt je wel een beetje een zwarte geest toch ook? Nee, helemaal niet. Je kijkt in de afgrond van de menselijke ziel en je gaat daar huppelend aan voorbij? Nee, helemaal niet. Professioneel? Nee, ik word er niet vrolijk van. Ik ga er heel somber over zitten wezen. Ik wil dan ook absoluut huilen. Ja. Dan ga ik thuis heel erg zielig zitten huilen en zeggen, zie je wel, de mensheid deugt niet, ik ben weer teleurgesteld. Mm-hmm. En dan krijg je iets heel stoms, ja. Dan ga ik weer opnieuw beginnen, denk ik, nou, die is aardig, die is leuk, ja. die accepteer ik nog wel. Mm. En dan zeggen mensen in mijn omgeving, ben je toch naïef, want je gaat al die mensen weer geloven. Dan zeg ik, ja, maar dat wil ik. Anders is er geen reden om er... Nee, want anders moet je er een end aan maken. Dus dan ga ik heel stom... Heb je het al zo overwogen? Oh ja, zeker wel. Wat heeft je tegengehouden? Nou, ik heb geen oorlogstrauma, want ik ben van 45, dus dan kun je dat niet hebben. Maar er blijft altijd in je hoofd zitten van oorlog, omdat je ouders erover praten. Het staat in de kranten. Nou, als kind komt dat tot je. En ik heb altijd gedacht, als het mij niet zint... Want dan las ik over Joodse mensen die werden... Dan dacht ik, als het mij niet zint... Dan maak ik er op dat moment een eind aan. Ik voel de gedachte dat je ergens in een hok of gemarteld of wat dan ook... Tot en met Vietnam heb ik dat altijd gedacht. Hè? Dat ik dacht, nou ja, als het mij niet zint, dan kap ik er gewoon mee. En dan ga ik hele rare dingen, oh god, nu word ik echt opgenomen. Toen er aardgas kwam en in de krant stond dat je je daar niet mee kon vergassen... Toen dacht ik, oh, hoe dan nu? Want dat was altijd voor mij een soort vrolijke ontsnapping. Dat ik dacht, als het mij tegenzit... Dan maar aan het gas, ja. Ja, echt waar. Nou, dat. En toen was ik dus jong, toen dat werd omgebouwd, hè, van gewoon naar aardgas. Ja. En daar zat ik mee. Ik denk, nou kan het dus niet meer. Nou, dan word je wel wijzer. Maar de dag dat ik dacht, nu kan ik niet meer doodgaan... Ja, bezie het niet dramatisch, want het is eigenlijk wel vrolijk. Toen was het dat ik mijn dochter kreeg. Ja. Ik keek daarna, ik dacht... En dat was ook een gevoel van potverdomme.
Dat nou kan ik niet meer doodgaan. Want... Nou heb ik je maar één keer in een crisis mogen meemaken op televisie dan. Eén keer? Ja, dat was toen de heer Frequin jou ging achtervolgen. Ja. Dat was toch een vrij een beetje futiele zaak misschien, hoewel je het vervelend vond op dat moment? Nou, nee, ho. Hij stond voor je met een cameraploeg. Ja, dat. En hij heeft mij aangeraakt. Ja, want iemand houdt je tegen. En dat is een heel naar gevoel. Maar... Dat iemand met camera staat. En... Jij was degene die fotografen opdracht gaf om in de bomen voor een begrafenis te fotograferen. Dan kan je toch wel door Willibald Frequin worden aangeraakt. Nee, dat vind ik niet. Dat vind je iets heel anders? Ja, dat vind ik absoluut anders. Dat vind ik absoluut anders. Nee, ik vind dat iemand van je af moet blijven. Mm. Dat hij met de camera je barricadeert, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar dat is toch een beetje een koekje van eigen deeg? Nee, dat vind ik een absoluut onzin. Leg maar uit. We gaan nu niet ingewikkeld tentamen zitten doen. Is televisie iets anders dan tijdschriften? Ja. Is de belaging door een draaiende camera anders dan een fotograaf? Ja. Is het confronteren op de televisie met geen weglopen aan... anders dan een stukje schrijven over een bekende Nederlander... waarin je zegt, mooier dan ooit tevoren. Absoluut anders. TV is een ander medium. Het is gruwelijk. Het is hard. Ja. Je kunt er niet voor weglopen. Je staat altijd voor gek. Dus nee, niet koekje van eigen deeg. Gewoon een ander medium, andere man. En die heeft aan mij gezeten. En dat blijf ik herhalen. Dat was heel naar. Nou, vooruit. We hebben allemaal onze zwakkere periodes. Nee, precies. Maar... ik vind het een naar om het naar voren te brengen. Nee, ik leg het toch nog een keertje voor. Ja. Wie heeft nou Big Brother bedacht? John de Mol. Het is maar jammer. Tegen mij altijd zeggen dat dat niet John de Mol was en dan niet John de Mol. Weet je, ik... Ik verraad je niet, maar ik heb de vraag ook aan John gesteld. Yeah. En die ging heel diep zuchten, want die voelde de vraag al aankomen natuurlijk. Ja. En die zei dat jij het concept verfijnd hebt. Klopt dat? Nou, dat vind ik een compliment. Dat vind ik echt een compliment. Een concept van een ander... is eigenlijk ook het kind van een ander. En als je daar aan mag zitten, dat vind ik heel wat. En dat heb ik gedaan. Ja, wij zijn, toen dat concept op tafel lag... Ja. Daar staan prachtige dingen in. En daar zit een droom in. En daar zitten ideeën in. En daar hadden allemaal mensen hadden dat gemaakt. John had dat bedacht. Okay. Nou, toen kwam de redactie, toen kwamen wij. Ben je zo bang voor die John, dat je nu een ander verhaal houdt? Nee. Ja, ik krijg mij niet gek. Nee, ik ben niet bang voor John. Maar ik ga er wel altijd met knikkende knieën heen. Want? Ik kom zelden mensen tegen. Oh jee, ik word gestraft. Nee, maar er zijn weinig mensen van wie ik wil zeggen dat ze beter zijn dan ik. In ieder geval op een bepaald terrein. Mm-hmm. Met die mensen moeten praten, want dat hoort voor je werk. Ja. Is aan de ene kant fantastisch, maar aan de andere kant voor mij... Ja, iets waar ik heel warm van krijg. Want A, praat je over iemand zijn kind. En ik weet niet hoe je tegen iemand moet zeggen... het oortje zit een beetje scheef. Althans, dat zou ik menen. Mm-hmm. Want je hebt het over zijn kind. En dan moet hij het loslaten. Ja, in wezen is het een geweldige voogdijkwestie. Nou, zo'n programma. Ja. Want ik ben zelf erg als de bok op de havenkist... als een idee van mij is... en een andere zit daar leuk mee te keutelen, dan schiet ik in de stress. Dus ik begrijp het heel goed. Maar je moet wel over dat kind praten. Maar ik, dus knikkende knieën, zweet op het hoofd. Maar moet toegeven, hij kan wel tegen een stootje. Dus je zegt ook wel eens wat tegen hem? Je kunt tegen de mol alles zeggen. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. En als ik het niet weet, dan sta ik weer huilend op de parkeerplaats. Maar ik ga ook weer blij terug. Nou ja, een wonderdokter. Nee, maar... dat is een geniaal man. Ja, dat vind ik. Ik heb hem onlangs gesproken. En hij is er bijvoorbeeld voor om de overlijden van mensen te gaan verslaan op televisie. Om bij een sterfbed aanwezig te zijn. Ja, dat is interessant. Maar zal het voor jou wat wezen om dat te begeleiden? Nou, wat mij verrast heeft, omdat ik nu commercieel zit, dat zat ik natuurlijk altijd, maar er blijkt best ethiek in commercieel tv-land te zijn. Dat valt de meeste mensen zelden op, maar leg eens uit. Toen ik werd gevraagd, op een gegeven moment word je gevraagd om Big Brother
mee te helpen maken. Ja. Toen kreeg ik toch bijzondere opdrachten mee die, ja, het klinkt beledigend, niet had verwacht. Zoals? De grenzen, gezond erin, gezond weer uit, oppassen, wat niet. Bijvoorbeeld, wij hadden voorgesteld bij John om alle mensen in een soort gevangenis, ja, gelijke pakken te laten binnenkomen in dat huis. Ja. En die man die wilde dat absoluut niet. Hij zei, dat is een gevangenis, dat is vernedering, dat mag je nooit doen. Dus die grenzen waren eigenlijk krapper bemeten dan ik had verwacht. Ja, ik kon me er wel in vinden, maar ik had het niet verwacht. Twee, dus als nu iemand zegt, mensen, ik weet dus, heeft hij het echt aan je gezegd? Maar goed, we gaan erop door. Oh, oké. Mensen tijdens een sterven... Sessie. Ja. Ja, ik kan me dat A voorstellen. En B, zou ik het ook nog kunnen maken als ik van tevoren zeker zou weten dat wij het met elkaar over die grens heen zouden zijn. Maar de grens is toch eigenlijk alleen maar dat je kijkers wil trekken? Ja, dat is waar. Nee, nou, dat is het doel. Wat is dan de sprankelende bijdrage aan het welbevinden van de mensen, dat we het overlijden van iemand zien? Nou, dat is het doel. Kijkers trekken is het doel. Maar dan moet je naar het middel kijken. Ja. Nou, terug maar naar mijn vader. Ja. Ik heb mijn vader zien sterven. Ja. Het was, ja, hartstikke mooi. Als je dat kunt delen met anderen. Ja, ik weet niet. Ik geloof dat ik dat best zou willen delen. Maar zou ik dan ook snikkend met een cameraatje aan jou verscheiden mogen staan? Ja, op het gevaar of dat ik een soort contract nu met je sluit. Maar ik geloof... Ik zou dat nooit doen, maar... Mijn bevalling, never. Absoluut niet. Maar als het een redelijke vorm van overlijden zou zijn, dus ik geloof dat ik er niet eens zoveel bezwaar tegen zou hebben. En misschien zou je het beter aan mijn kinderen kunnen vragen. En als die het ook oké zouden vinden, ja. Is dit niet de ultieme publiciteitsgeilheid? Dat je voor mij? Nou, in het algemeen. Nee, als iemand dat wil. Als iemand dat wil. Nou, dat denk ik niet. Want je kan het zelf niet als je, maken. Als je een mevrouw... Nee, joh. Als je mevrouw op de televisie onzin hoort uitkamen... dat mensen vooral veel mogelijkheden tot euthanasie moeten hebben... omdat dat zo liberaal is. Ja. En dat iedereen dat ook maar begrijpt. En als het leven even tegen zit, dan moet je maar kunnen slikken. En dan zeg je, ja, toch... Nou, sorry, dan zet ik liever de camera... hoor mij eens flink zijn... op iemand die wenst te sterven... omdat hij het wil laten zien... dan iemand die... door zijn kinderen gedwongen de pilletjes slikt... omdat die mevrouw dat zo hoogstaand vindt. Nou, dat is een beetje een demagogische vergelijking. Ja, dat is het ook, maar dat is niet tv. Erg, hoor, dat het nee, maar past dat erg in dan die even, programma. Maar... Ja, maar nee, maar dat, dan liever het sterven op tv... Dan dat ik noodgedwongen stiekem in de keuken pillen zit te slikken... omdat mijn kinderen me... Maar je geeft ook toe dat het doel uiteindelijk is... van alle John de Mollen van de wereld om kijkers te trekken. Nee, maar ook van alle publieke omroepen. Want echt waar, die schuiven alles van de tv als iemand kijkt. Maar betekent dat bijvoorbeeld ook dat we een executie in Texas... rechtstreeks gaan uitzien. Nou ja, Man gaat op de elektrische stoel, wil nog een miljoen nalaten voor zijn kinderen, verkoopt de rechten van zijn executie. Is dat waar we naartoe mag willen? Mag ik de vraag opsplitsen? Als de vraag is, denk jij Humie dat ze dat gaan doen? Dan zeg ik ja. Ja. Is de tweede vraag, ga je kijken? Zeg ik ja. De derde vraag, zou je het willen maken? Dan is het nee. Dat is nee, terwijl het gewone overlijden wil? Ja. Leg het verschil eens uit. Ik denk dat je het gewone overlijden dan... Je moet het ook in de tijd zien, hè? Dan evolueren we daar met elkaar naartoe. Dan zou ik willen dat het op vrije wil, dat het goed besloten, dat het met waarborgen omgeven. Ja, misschien wel zelfs het moment van uitzenden. Dat zie ik daar wel, executie. Nee, omdat ja, dat is gevoelsmatig. Het is wel spectaculairder als het om kijkcijfers gaat natuurlijk. Ja, dat kan best zo wezen, maar... Ik heb ook nog dingen als gevoelens. En dat is niet rationeel, want waarom het sterven iets anders zou zijn dan de executie, kan ik je niet eens uitleggen. Maar goed. Maar daarom zeg ik, ik zou wel kijken. En dat het gebeurt, ja. En dan ben ik zo suf dat ik ook nog ga zitten kijken. Maar maken, nee. Nou, dalen de kijkcijfers wat, hè, van Big Brother. Mm. Nou, dat valt wel mee, moet ik zeggen. Want we lopen gelijk als vorig jaar. Dus, en we zitten op 7, 6, 7, 7,5, 7, 8. Zou een zelfmoord goed uitkomen in zo'n geval? Qua publiciteit, ja, natuurlijk. Natuurlijk komt dat goed uit. Tuurlijk. Je kunt het nooit aankondigen, maar het zou wel uitkomen. Ja, tuurlijk.
Absoluut, want mensen kijken, dus de kijkcijfers zullen heus wel stijgen. Maar toen ik de vraag aan de Mol voorlegde, zei die dat kan niet gebeuren, want die mensen zijn gescreend. Wacht even, maar dat is een andere vraag. Die mensen zijn er tot de bodem gescreend, ja. Dus, en we staan er ook te kijken, er lopen lijfwachten en we zijn binnen 2 seconden binnen. Dus de vraag, zou je het voorkomen? Ja, maar als, ik ben scherp, jeetje. De vraag, zou het de kijkcijfers helpen? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat ik gek zou zijn. Ik zou zeggen, nee, daar kijkt niemand naar. Natuurlijk wel. Zeg, en de beroemde ad, hè, was natuurlijk ook een zegen voor de kijkcijfers. Tuurlijk. Was dat nou gepland door jou? Nee, was maar waar, want dan was ik echt goed. Nee, wij hadden wel... Ja, noodscenario's. Je zit in een live programma, dus we hadden vorig jaar zelfs wel eens als geintje bedacht... voor jezelf, van wat die mensen allemaal in dat huis zouden kunnen doen. Een soort omgekeerde Big Brother, dat je toch aan de kant staat en denkt, hoe nu verder? Nou, als je dat 1 keer als grapje maakt, dan ga je er serieus over nadenken. Dan zeggen we met elkaar, ja, het kan maar zo in de live-uitzending gebeuren. Wat gebeurt er 's middags? We zitten de donderdagavond heeft dan zo'n regievergadering. En iedereen zo van, nou, het kan maar zo zijn, want Ed is opstandig. En hij wou een daad stellen. En toen weer niet. Dus wij hadden even dat... scenario, en Daphne zei tegen Bo, eindredacteur donderdagavond tegen Bo, presentator, nou, dan kan je dit en we hebben wat klaar. En ja, nou, dan komt dat wel goed. En ook nog het grapje, zou het niet leuk wezen? Ja, leuk. En toen gebeurde het, en ik zat heel stom in de regie, want ik heb op die donderdagavond niet veel te doen, dus ik mag in de regie zitten kijken. En opeens zegt die man, ja, Bo, heb je even, ben je er nog? En hij zegt, ik ga niet. En het eerste wat ik dacht was, ja, potverdomme, je mot eruit, wat is dat nou? En pas 3 seconden later dacht ik, nou, dat is top. Begreep je? Ik had een hele stomme reactie van, zeg, jij gaat er toch uit? Zo van... En toen dacht ik, nee, maar dat is leuk. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een cadeautje. En dat dachten we dus allemaal. Het was een cadeautje, want het was niet gepland, het was niet voorbereid. Nee. Had je die man niet tegen zichzelf moeten beschermen? Nee, ook niet. Man was net als iedereen getest. Was al tijdens de screening een hele opgewonden, opstandige man. Die dat ook leuk deed. En ja, was het echt? Dat weet ik niet eens. Maar hij bijvoorbeeld zei tegen mij... Oh, ik had u zo graag eens willen ontmoeten. Toen zei ik, nou hoor, een beetje een slijmerige opmerking eigenlijk. Weet je, het was zo'n man die wel wat kon hebben. Dat doe je dan natuurlijk om te kijken hoe iemand is. Ja. En het was een enige vent. Hartstikke leuk. Hij had het probleem dat zijn baby nog geboren moest worden. Nou, die baby kwam niet, dus kon hij het huis niet in. Daar moest hij op wachten, dus kwam hij op de reservebank. Maar het is een enig vent. Hij is zo opstandig. Hij is zo opstandig. Ja. Is dat omdat hij mislukte acteur is, of wat is er aan de hand? Ik geloof dat het een speler is, dat hij in het leven speelt. Zijn vrouw is ook dolgelukkig met hem, vindt hem enig. Ja, na 16 jaar kinderen. Maar zo is hij. Mm-hmm. Hij vindt het gewoon lollig. En dat is het mooie van televisie, dat dan ook echt is. Ja, want dat zijn machinaties vermoeden die er niet zijn. Want als je dat nou... Stel nou dat hij zich heeft voorgenomen al voordat hij erin ging... van ja, nou, ik zal eens wat. En dat hij... Want hij had bijvoorbeeld opgegeven en ook gecontroleerd... ik ben nergens allergisch voor. Hij was binnen 2 seconden in huis overal allergisch voor. Ja. Je kan dat toneelspel noemen... Maar je kan ook denken, die man loopt daar gewoon de boel te uit te dagen. Die vindt dat lollig. Dus wij waren er blij mee. Mm. Wij vonden dat leuk. Dus ja, cadeautje. Het was top. Dan lees ik ook altijd de trots waarmee je over rechtenstudies vertelt. Ja. Dat er ook een zwaar andere, in de compensatie. Dat er een compensatie. Dat er ook een andere humie is die het uiterste van de bovenkamer vergt. Zou jij rechter willen worden? Ja. Waarom word je dat niet dan? Nou, leeftijd begint soms op te spelen. Maar hoor. Je kan tot je 70 geloof ik blijven. Prachtig beroep. En als roeping gemist? Misschien. Maar ja, ik heb wel eens eerder gezegd... mijn leven schijnt zich in omgekeerde volgorde af te spelen. Namelijk? Ik had natuurlijk moeten beginnen bij wat ik had echt gewild... en dat was rechten studeren. Ja. En dan gaat het andersom. Maar de voldoening is zelf maar rechter... zoals ze nu onder druk worden gezet... en dat ze hun afhankelijkheid zien bedreigd. Ja, dan denk ik, jongens, ga ervoor. Vechten. Houden. En kan je je leven zonder televisie voorstellen eigenlijk? Ja. Nou, niet als kijker. Nee, maar als maker. Oh ja, ja, ja. Wanneer stop je met Big Brother? Als mij verzorgd wordt te gaan, want anders klamp ik me eindeloos vast aan die deur daar. Echt waar? Meer. Ja. Waarom toch? Ja, ik kan zo verliefd worden op iets. Big Brother is gewoon verliefdheid. Kijk, ik verkeer de gelukkige positie dat ik door het ongeluk uit het verleden toch eigenlijk nu voor de lol mag werken. Ja. Je bedoelt de compensatie die je meekrijgt voor je ontslag bij Alex. Ja. En dan word je helemaal verliefd op...
dat toen Paul Reumer mij dat concept liet lezen, normaal denk ik dat mensen even gaan zitten nadenken. En ik dacht, oh, dit wil ik. Dat was zo belachelijk fascinerend. Dan word je gewoon, je kunt dus liefde op het eerste gezicht hebben. En echt waar, als John de Mol mij er niet uitzet, dan klamp ik me gewoon aan dat blauwe zeil daar vast. Dus ook gezien de eenzaamheid van je privéleven, nou, ben je de beschermengel van Big Brother? Nou, dat weet ik niet, maar het is zo fantastisch. Ja. En daar zullen ook hele foute gevoelens bij horen, vrees ik. Zo van, het is toch één heel groot poppenhuis. Je gaat al die mensen toch haten, al dat gekakel in zo'n huis. Nou, je geeft wel een interessant aspect, want het is heel moeilijk om objectief tegenover mensen te blijven. Ik kan me voorstellen. Want bijvoorbeeld, mijn collega's hebben de hele zomer, ja, dat is een gek huis, zelf zitten boterkarnen en bier brouwen en met lapjes. Die zijn naar rommelmarkten geweest, de hele productie fietswielen en andere dingen halen. Ja. Om allemaal in dat huis te stoppen. Want die mensen die barsten van de creativiteit. Dus wij moesten uit de boterpotjes van Marijke plotseling lepelen of het smaakte. En de ander maakte bier. En wij hebben dat allemaal in dat huis gestopt. Ja, natuurlijk ben je hartstikke teleurgesteld op de redactie. Als die mensen daar niks aan vinden, dan zeg je kom op, karnen, naaien, breien. En dan gebeurt het niet. Ja, dan ben je teleurgesteld. Dus ja, die gevoelens zijn er ook. Ben je wel eens verliefd geworden op iemand? In het huis? Ja. Ja, dag. Nee, dat kan niet. Je zit er dag en nacht naar te kijken. Nee, maar dan kan het misschien wel juist niet. Dan weet je pas hoe erg ze zijn. Nee. Sowieso word ik niet makkelijk verliefd. Ben je een mensenhater? Ja. Wat doe je dan bij dat programma? Het is net als met hoogtevrees. Je loopt altijd weer naar de rand en denk je, zal ik eens springen? Dus met mensenhaten ook zo. Je gaat elke keer weer naar mensen toe. En misschien is het ook wel een hele rare eigenschap dat je elke keer weer dat blauwe oog wil laten slaan. En dat ben jij. Jij wil je dat het blauwe oog laten slaan? Ja, want dan ga ik elke keer weer iemand leuk vinden en zitten vertrouwen. Zeggen, nou, dat is zo'n aardig iemand. En dan gaat het weer mis. En dan denk ik, je wacht erop, hè? Ik ga gewoon eigenlijk al een beetje klaarstaan van, komt-ie. Ik wens je nog heel veel mensen.